Ik ben Fahid Minas, ik ben 30 jaar, ik ben de eerste lokale burgemeester en ik ben wethouder namens de VVD. Met de portefeuilles bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, bedrijventerreinen, maritieme ontwikkeling en sport. Wat heb je hiervoor opgegeven om dit te gaan doen? Ik had een baan als projectontwikkelaar en die baan heb ik opgezegd om voor het mooie Schiedam aan de slag te gaan. Geen kans op belangenverstrengeling? Nee, het bedrijf waar ik voor heb gewerkt werkte niet in Schiedam, dus de kans op belangenverstrengeling is er niet. Wat wordt de grootste uitdaging? De uitdaging in Schiedam is wat mij betreft binnen mijn portefeuille evenwicht aanbrengen in de woningvoorraad. Dat betekent dat we meer woningen moeten bouwen voor midden- en hoge inkomens om sociaal-economische stijging van Schiedammers verder kracht bij te zetten. Ik ben van jongs af aan al geïnteresseerd in de gebouwde omgeving. Ik was vroeger altijd al druk met Lego-steentjes en dat soort dingen meer. Ik keek altijd naar bouwprogramma's en ik heb ook de studie bouwkunde gedaan. En zo ben ik ook in het vak gerold en binnen de raad, want ik ben 4 jaar raadslid geweest, heb ik me ook bezig gehouden met de fysieke portefeuille. Bouwen en wonen, ruimtelijke ordening. En heel mooi dat dat nu in mijn portefeuille zit als wethouder. Dus nu kan ik het ook aan de voorkant sturing aangeven. Nu is Schiedam al een beetje vol natuurlijk. We hebben het Beatrixpark, daar wil eigenlijk niemand bouwen. Waar kunnen we nog wel bouwen? Ik noem maar een voorbeeld skivesten. We hebben Dirkszwager, het voormalige Dirkszwagerterrein, maar de glasfabriek gaat ook weg. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op skivesten. Maar het Beatrixpark, daar binnen het Beatrixpark, daar gaan we niet bouwen. Maar we zijn wel een verkenning aan het doen voor Schiedams midden. Om te kijken welke mogelijkheden er zijn rondom de A20-zone. Om daar verdere verdichting mogelijk te maken. Wat is jouw doel? Waar wil je over 4 jaar staan? Over 4 jaar wil ik dat we in Schiedam meer mensen aan de baan hebben geholpen. Dat we koopkracht in deze stad behouden in plaats van dat koopkracht naar randgemeentes weglekt. En ik wil dat onze stad vitaler wordt, dus dat onze binnenstad verder gaat bruisen. En dat begint bij hoe onze stad eruit ziet en wat voor mensen er wonen. En dat doen we eigenlijk ook wat mij betreft aan de voorkant goede woningen neerzetten. Nu zijn jullie een paar weken samen. Hoe bevalt de samenwerking? Ja, uitstekend. Ik vind dat ik hele enthousiaste collega's heb. Worden goed ontvangen ook door de ambtelijke organisatie. We hebben een goede verhouding met de raad, is mijn mening, na een eerste vergadering al. Dus ja, ik ben heel positief over de komende 4 jaar.